Wim, Bastiaan. Kijk eens wat ik geregeld heb. Wow, kijk eens, vier zo mooi. Heerlijke T-bones. Ideaal. Dankjewel, kerel. Dankjewel. Wat gaan we ermee doen? We gaan die lekker grillen. Barbecue staan er, ingrediënten zijn er. Wim, leidt ons door het recept. Yes. Wat gaan we doen? Alright. Eerste wat we hier moeten doen is heel even de barbecue open doen. Ik heb daar de ronde plancha al opgezet. Die is aan het voorverwarmen. Alle gietijzeren accessoires van Weber moet je even voorverwarmen. Want als je gewoon koud op de barbecue zou zetten, gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Nee, eigenlijk als het regent hier een pannetje. Yes. Dus het is al lekker warm aan het worden. Dan gaan we beginnen met onze ajuintjes. Ja, we hebben de uitjes die putten lekker weg. Yes. Laten we lekker inkoken, asperges. Wat gaan we ermee doen? Beetje olijfolie erover. Ja, en het voordeel van die groene asperges hoeft niet te schillen, hè? Nee. Heb ik altijd gehoord. Ja, ik vind ze ideaal om te grillen. Ja. Dat is ook wel het meest gegrilde. Ik zeg, de witte zie je wat minder, hè, dat gegrild wordt. Terwijl het eigenlijk best goed kan, volgens mij. Ja, kan perfect. Ja, kan perfect. Maar het is wel handig als je die misschien heel even voorkookt dan. En alles is direct in de barbecue. Dus overal staat gas aan. Ja. Geen directe of geen indirecte zones. Nee, we zijn volle bak bezig hier. Kijk eens aan. Top. En als je hebt hier wel de ruimte om lekker te kijken. Ja. Dat is ideaal. En hier nog een plek vrijgelaten. En dan komen zo meteen de steaks. T-bones. Klepje dicht. Zo. T-bones heel even ingesmeerd met olijfolie en peper en zout. En die gaan heel mooi op de seergrate. Mooi, hè? Zalig. Ja, echt top. Mooi plaatje zo, hè? De groenten en het vlees. Ja, echt mooie kleuren. Ja. Heel super. Lekker. En ja, deksel dicht. Nou Wim, dat ziet er weer geweldig uit. Leuk, hè? Ja, dat wordt lekker. Stripje olijfolie er nog over. De vingers in touch. Het moment om ervan te genieten komt eraan. Dus yes. Wij gaan ervan genieten. Eén ding maar zeggen. Grillen.